Nou, we staan op de Haagse Markt en ja, zowel algemeen al bekend is, mogen de marktlieden geen kerstsfeer maken op de Haagse Markt. Nou, dat vind ik dan wel heel erg apart en heel erg raar. En dat gaat namelijk over dat het plan van de marktlieden is afgekeurd. Dat het zelfs kinderachtig zou zijn. En ja, we gaan eens even kijken op de Haagse Markt. Of we het een beetje inderdaad alsnog in de kerstsfeer kan brengen. En sneeuw heeft volgens mij ook wat met kerst te maken. Dus ik zou zeggen aan de wethouder, moet je dat dan niet even snel weghalen? Want anders lijkt het zo dadelijk nog op kerstsfeer hier. Ik vind het eigenlijk helemaal niet kunnen. Hier zie je ook al wel een beetje iets van kerstdingen. Weet je wat, we gaan lekker gewoon de markt even lekker oppimpen met kerstversiering. Nou, we staan hier bij de bicyclette. Nou, die mag ook wel wat slingers gebruiken. Laten we hier ook wat ophangen. Kijk, veel beter. Lauwe zo. Het verhaal is namelijk zo dat ze op 16 december weer de lampjes gaan aandoen hier in de bomen bij de Haagse Marktkant, oftewel bij de Herman Kosterstraat. En ja, wij hebben al eens een keer meegemaakt van vorig jaar dat ze dan aanstaan overdag. Nou, dan zie je er geen reet van. En dan nog wat mooie is, dan na 6, 7 uur zo, dan gaat natuurlijk de bezuinigingsstand van de lamp aan hier op de markt. Dus dan brandt nog maar de helft. En het leuke is, ze hadden die bomen aangesloten op een van die lampen die om 6 à 7 uur uitgaan. Nou, dus dan heb je in principe 's avonds er ook geen reet aan. Goed gedaan. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer slingers. En weet je wat, deze boom die vind ik zo zielig erbij staan. Hij heeft denk ik ook best wel koud. Laten we die ook gewoon versieren. Uitkijken voor de sneeuw, anders ga ik nog onderuit. Oh, zo, dat bedoel ik. Kijk, dat staat toch veel beter. Nou, en dit hek ziet er ook een beetje zielig uit. Daar gaan we ook even wat erin hangen. Nou, hangt hij hier een beetje los, dan zetten we maar even vast. Hè. Kijk, is veel mooier mensen, veel mooier. Nou, ze mogen niet aan kerstversiering doen, maar ze hebben wel hier een kerstboom neergezet. En wat is nou een kale boom zonder slingers? Nou, die moeten we gewoon even lekker aankleden. Laten we dat gaan doen, want we hebben nog genoeg slingers over. Kijk, dat staat nog veel beter. Eigenlijk moeten we nog een piek, laten we die... Nee, die kunnen we niet meer regelen. Maar hij ziet er wel beter uit. Waar het eigenlijk helemaal om draait, is gewoon van laat de marktlieden gewoon de kerstversiering ophangen. Het heeft wat apart, het heeft wat knus, het is weer het fijne gevoel van kerst. En ja, zoals je ziet mensen, slingers maken het toch gezelliger en toch leuker op de markt.
Wat vinden jullie ervan, van dit filmpje? Laat het weten in de reacties hieronder. En ja, tag mensen erin, vooral de marktlieden, tag elkaar erin. En ik zou zeggen, meneer Revis, goede vriend van me, hey, ga even nadenken daarover, want hey, kerstversiering op de markt moet gewoon kunnen. Zit niemand in de weg? Ja, misschien de boom, misschien de ongedierte wat erin zit. Maar kom op jongens, laten we gewoon lekker kerst vieren op de markt. En lekker alles versieren. En dat is veel leuker dan die grijze, lelijke bakken die er staan. Maar wel leuk, maar we nemen die kerstversiering gewoon weer mee voordat we gauw hoer krijgen van de wethouder.